Dag allemaal. Ik ga jullie een heel klein filmpje, een tutorial geven om zelf voorleesfilmpjes te maken voor de mensen die je vandaag niet kan ontmoeten, niet kan bij gaan voorlezen, je ouders, mensen in een woonzorgcentrum. We kunnen dat heel gemakkelijk digitaal doen. Wat heb je nodig? Een gsm. Er moet uiteraard een camerafunctie op staan, maar verder heeft die niet veel nodig. We gaan daarvoor, als we zo moeten gaan voorlezen, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Dus we gaan een eenvoudig statiefje maken van een wc-rolletje. We hebben ze allemaal gehamsterd, dus ongetwijfeld heb je nog wel een leeg wc-rolletje liggen. Je maakt twee knipjes langs beide kanten. Mooi gelijk. En je gaat deze zo eventjes toeplooien. Zie? Op die manier kan je makkelijk je gsm met het scherm naar je toe voor je neerzetten. Dan ga je eventjes moeten kijken aan de voorkant van je scherm. En we gaan de camera eventjes dichter laten komen, zodat je kan zien. Op je scherm ga je op dit knopje duwen, zodanig dat je jezelf ziet. Voilà. Als je jezelf in beeld brengt, op deze manier, ja, gaat niet veel volk iets aan je hebben. Dus we gaan er een boek bij nemen. Beethoven blijkt nog niet hoog genoeg. We pakken er toontelligen bij. Nog niet voldoende. We moeten er stevige kleppers bij halen. Nu zie ik mijn gezicht al. Dus ik ga mijn statiefje nog een beetje hoger maken. Voilà. Perfect. Ik zie mezelf. Nu neem ik een boek. En we duwen op video uiteraard. Je ziet dat als je op video zet, je beeld nog een klein beetje anders is. En je duwt op het knopje video. Dus je hebt foto, video. Hè. Video heb je nodig. Je duwt op video en je kan beginnen vertellen. Of een boodschap inspreken. Dat maakt niet uit wat je zegt. Dat filmpje kan je nadien doorsturen. Dankjewel.